Waarom spreken we van de achterkant van de maan? Eenvoudig, omdat het de kant is van de maan die we niet zien. En dat komt omdat de maan even snel rond zijn as draait als rond de aarde. En dat is trouwens geen toeval, maar een gevolg van de aantrekking die de aarde uitoefent op de maan. Daardoor zien we altijd dezelfde kant. De achterkant is pas in 1959 voor het eerst gefotografeerd door een Russische satelliet, de Luna 3. De eerste mensen die de achterkant van de maan gezien hebben, waren astronauten in de Apollo 8, die er rond zijn gevlogen, exact 50 jaar geleden trouwens. In het Engels spreken we van de Dark Side of the Moon, ook bij ons bekend door het fantastische album van Pink Floyd met dezelfde naam. Maar de term klopt niet echt. Het is daar niet donker. De zon schijnt daar evenveel als op de voorkant. Hoe uitzonderlijk is een landing op de achterkant van de maan? Wel, het is nog nooit gebeurd. Voor alle duidelijkheid, het gaat om een onbemande missie met een lander, met daarin een wagentje van 1,5 meter hoog, een maanrover, om mee rond te rijden. Als het lukt om zachtjes te landen, is dat de eerste keer en dat is dus uitzonderlijk. De Chinezen mikken trouwens op een plek tussen de Zuidpool en een bekende krater, de Aitken-krater. Een landing is niet evident, want het terrein is relatief onbekend. En omdat de lander aan de achterkant van de maan landt, is er geen rechtstreeks radiocontact mogelijk. De Chinezen hebben daarom al een satelliet gelanceerd die dienst doet als een soort tussenstation. Wat gaan de Chinezen daar doen? 6 experimenten. Enkele voorbeelden. De achterkant van de maan is een goede plek om radiogolven aan lage frequentie uit de ruimte te ontvangen, omdat er geen storing is van radiogolven die de aarde zelf uitzendt, want we zitten aan de achterkant. Maar ook iets helemaal anders. Er is een doosje aan boord met zaden van de aardappel, met zaden van een ander plantje en met eitjes van de zijdrups. De Chinezen willen onderzoeken of die daar kunnen ontkiemen of ze tot leven kunnen komen. Welk signaal geeft China met de maanlanding? We spelen mee met de grote, met de VS, met Rusland en Europa. China zegt, we zijn een grootmacht. Er zijn trouwens nog meer plannen. Over een jaar willen de Chinezen een lander naar de maan sturen die daar monsters neemt en daarna ook terugkomt naar de aarde. En op lange termijn willen ze ook bemande vluchten, met heuse taikonauten.